Hey! We houden van nostalgie op YouTube! Ja. Abonneer! Ja. Hallo, welkom in Bobbejaanland in België. Ik heb een mooie zonnige dag uitgezocht. En dit park kwam ik in 1982 voor het eerst als kind. Het zou een gedenkwaardige dag worden. Want die dag zou ik voor het eerst over de kop gaan. Dat was in de Wervelwind. De achtbaan die een aantal jaren daarna naar Mexico is gegaan. Daar stond hij in Bosque Mágico. Het magische bos. Maar helaas is dat vorig jaar gesloten. En nu zal hij waarschijnlijk ergens in een opslag liggen. Te wachten op het volgende park. Dus, afwachten wil ik er ooit weer eens een ritje maken. Goed, we zijn nu in Bobbejaanland en er zijn een hoop attracties verdwenen, maar er zijn ook attracties voor in de plaats gekomen. Nieuwste attractie dit jaar is Terra Magma in de oude, hoe heet het ding ook weer, Indiana River. Ja, we gaan eens eventjes een kijkje nemen. Nou, daar hebben we het oude gebouw van de Indiana River. Dat heet nu Terra Magma met een vulkaanthema. En wat opvalt is dat het monorailstation weg is. Ja, dat is al een paar jaar, dat weet ik. Maar dat was dus ten gunste van dit gebied. Ik vind het wel jammer dat er nu nog maar twee stations zijn. Ze hadden toch een nieuw station kunnen bouwen, een stukje eerder of een stukje later. Voor zover ik weet is dat niet gebeurd. Nou, hier is nog iets ter verkoeling. Kijk, ik begrijp wel dat ze het station hier hebben weg willen halen, want het gedeelte hier bij het strand, dat hebben ze wat meer bij het park aan willen trekken. Hier is het nu ook afgesloten, je moet een omweggetje maken over het strand. Maar goed, we gaan eerst de Terra Magma doen. Een ritje in de Terra Magma. De uitgang zit nog op dezelfde plek. Eigenlijk is de wachtrij ook nog grotendeels hetzelfde. Hier wat informatie over het park. Ik zei het al, om eruit te komen moet je nu via een ander gedeelte lopen. Ja, wat vond ik van de Terra Magma ten opzichte van de Indian River? Ik vond dat er meer te zien is nu. De Indian River had vrij veel. Ja, starre decoratie, hier hebben ze filmeffecten. Ja, wat ik nog een beetje mis, dat zijn animatronics. Dat het toch nog meer een dark ride was. Maar al met al vind ik het een goede upgrade voor de attractie. Het enige, het is nu een vulkaanthema. Terwijl het hoofdthema van dit park toch het Wilde Westen is. Daar past de Indiana River beter bij. Maar goed, dat is de weg die de huidige eigenaren met het park opgaan. Meer verschillende themagebieden. Hier zijn we het oude Story Reuzenrad, het hart van de Story sponsoring zit er nog op. Ik denk dat weinig mensen die hier nu komen weten dat dit ooit gesponsord was.
door Story. Story vertelt het en op tijd. Daar in de verte zien we de oude Air Race. Nu met de andere treintjes. Oké, we gaan eens even verder kijken in het park. Ja, op dit punt gaan de bezoekers tegenwoordig het labyrinth in. Maar ik heb oog voor iets heel anders. Het spoor wat hier ligt van de oude Texas Train. Wie kent hem nog? Hij ging dan hier de zilvermijn in. Of eigenlijk toen ik hier begin jaren 80, 82 voor het eerst kwam, toen reed hij rechtsom. En toen kwam ik daar uit de zilvermijn en hier langs. Ik heb voor deze vlog geprobeerd toestemming te krijgen van het park om. Er komt een monorail net voorbij. Wat ziet die er duister uit? Ik heb dus geprobeerd toestemming te krijgen om daar in de zilvermijn te mogen kijken. Maar helaas heb ik daar geen reactie op gekregen. Even kijken. We gaan niet de zilvermijn betreden. Volgens mij mag je. Ik zie hier geen borden verboden toegang. Dus gaan we even een stukje over het spoor lopen. Daar is nog een oude ingang, die wordt tegenwoordig niet meer gebruikt. Hier is het helemaal overwoekerd. Nou, ik zal niet verder gaan. Daar was dus de zilvermijn. Daar kwam je eerst altijd de zilvermijn uit. En later toen is een deel van het traject eraf gegaan. Want in de jaren 80 reed het treintje helemaal door naar het cowboydorp waar we straks naartoe gaan. Later is dat station eraf gegaan. Toen had je één ovale lus eigenlijk nog. Toen reed het treintje linksom. Ging eerst de zilvermijn in naar deze bocht. En daarna had je nog de tijdtunnel. Is er later aan toegevoegd. Ja, vergaande glorie, maar de rails ligt er nog. Als een herinnering aan vervlogen tijden. Terug naar het Bobby Island van nu. Nou, we staan hier voor Kinderland. En dit gebouw, volgens mij alles wat er binnen is, is ontworpen door Erik Damaan. Dat is een ontwerper die ook eigenlijk de huisarchitect van het moderne Fantasieland was. Onder andere het Chiapas. Heeft hij ontworpen. Helaas is hij vorig jaar op 58-jarige leeftijd overleden. Dus ja, als een eerbetoon wandelen we hier even doorheen. Oh, dat is nog niet open. Ja, een lege plek in Bobby Island. Ik zag laatst een vlog van een collega YouTuber. Die zei, ja, je zou er zo mooi een freefall neer kunnen zetten. Nou, ik heb nieuws voor je. Hier stond vroeger een soort freefall. De voorloper daarvan, de Paratower. Ja, in de jaren 80 waren die dingen populair. Ik weet zo niet het jaar wanneer die weg is gegaan, maar sindsdien staat deze steen daar. Vroeger dreef hij echt op het water. Dat effect is ook al lang weg. Dan zag je dan het water uitkomen. Maar ooit stond hier dus de Paratower. Dus naar een pretpark ergens in Azië gegaan. Of hij dan nog is, ik heb geen idee. Als eerbetoon aan de Paratower kijken we even naar boven. Ziep. Cerveceria Bincoteca Cerrado, dat betekent gesloten in het Spaans. Je zult denken, wat heeft hij toch altijd dingen in het Spaans? Ja, ik heb een paar Latina vriendinnen gehad, dus ik spreek wel een woordje Spaans. We zijn nu in het cowboydorp. Winnetou Cowboy Town heet het vroeger. Het is flink veranderd. Hier was vroeger het Mystery Hotel. De eerste keer dat ik er kwam was dat er nog niet eens. Maar het leuke om te vertellen over het Mystery Hotel is dat die poppen die daar boven de Speedy Bob zit. Ik zal even inzoomen op eentje. Deze. Ik heb het natuurlijk wel vaker verteld in een nostalgische vlog. Maar die staat eerst op het gebouw wat hier vroeger stond. Het was een heel houten gebouw. Nu zit er een stenen restaurant. Maar als je dan hier ergens in dat spookhuis was, dan kon je dus tussen de planken door naar buiten kijken. En dan ging altijd op dat houtzaam bonzen als er iemand voorbij kwam, zodat hij schrik.
Ja, heel kinderachtig, ik weet het, maar ik was toen ook nog een kind. Nou, dit is dus heel erg veranderd. Hier zat vroeger een elektronisch theater. Ik heb gehoord dat de animatronics er nog steeds zijn in de opslag. Alleen de bedrading is helemaal vergaan eigenlijk. Sommige mensen denken dat de lerares in het schooltje waar we straks langskomen, daaruit komt. Dat is niet zo, die komt uit het spookhuis. Daar zal ik zo wat meer over vertellen. De Jubilee Salon, vroeger een echte saloon. Salon zeg ik, saloon bedoel ik. Maar hier hebben we een soort trapmonorail, daar ga ik niet meer in. De laatste keer dat ik daarin ging heb ik mezelf verschrikkelijk zeer gedaan. Dat we niet achterom gaan kijken, want dan kom je in beeld. Zicht. Maar heel vroeger was hier het station van het Wild West treintje, de Texas train. Kijk, daar staat hij. Hier hebben we nog een van de originele Texas trains. Dat is een van de eerste, want later in de jaren 80 kwamen de CP Huntington treintjes. Deze zal uit de jaren 70 zijn, misschien de jaren 60. Dus dat was al een behoorlijk oude attractie, ook toen ik hier voor het eerst kwam. Toen wel met allemaal nieuwe treintjes. En dit gebouwtje, Bobby Aland Railroad Station, dit was een schoolgebouwtje. En wat daar voor model heeft gestaan is het schoolgebouwtje uit Knott's Berry Farm. Ja, dit is afgesloten helaas. Dus ik kan er niet veel van laten zien. Ik kan ook niet meer naar binnen kijken. Hier heeft nog heel lang een pop uit het spookhuis Mystery Hotel gestaan. Waarvan sommigen dus dachten dat die uit de elektronische show kwam. Nou, hier is nog wel een schoolgebouwtje. Ook dit is van Knott's Berry Farm in Amerika afgekeken trouwens. Ah kijk, dat is die pop die ik bedoel. Die staat nu dus hier. Het is veel te eng voor een muzikale show. Die komt duidelijk uit het spookhuis. Ik hoop dat het een beetje te zien is met de zon. Ook hier de bankjes die vroeger in dat gebouwtje daar stonden. En daar waren dan ook nog houten huisjes. Onder andere een smederij. De smederij uit Knott's Berry Farm ook model voor had gestaan. In de smederij hingen allemaal attributen uit de smederij van de vader van Bobby aan schroepen. Dat was een dorpsmid in Boom. Dus niet in het Wilde Westen, maar al deze scènes bewogen vroeger ook. Ze zijn nu statisch. Het gedeelte waar we nu doorlopen, daar was dan het elektronische poppentheater. Wat dus ook een animatronic van Bobby aan Schoepen zelf was. Ik herinner me dat onder andere daar een begrafenisondernemer was. En daar stond dus een begrafenisondernemer bij een lijk hoofdschuddend te kijken. Vraag me niet waarom. De poppen uit het spookhuis, Mystery Hotel, nog wat duidelijker. We staan nu dus bij de Speedy Bob, een Wild Mouse achtbaan. Was oorspronkelijk een dubbel uitgevoerd, want hier op deze plek waar nu dat gebouwtje staat en op deze betonvloer, daar stond dus precies zo'n achtbaan, maar dan gespiegeld. Het is in de tijd nog van de familie Schoepen gekomen, maar toen de familie Schoepen het park heeft verkocht, heeft de toenmalige eigenaar één achtbaan afgebroken en in een ander park van die groep neergezet. Dus helaas. En om dit te realiseren zijn dus een aantal cowboyhuisjes die hier stonden afgebroken, waaronder de smederij. Ja, achteraf was dat dan voor niets, een zonde.
net even een onrijd gemaakt in de Speedy Bob. Hier vanuit de uitgang kun je dus plek zien waar het andere gedeelte vroeger stond. Dus die stond precies zo naar de baan, maar dan gespiegeld. Ik had nog even het voet in de aarde om onrijd te maken, want de GoPro die ging steeds uit. Maar net op tijd voor die vertrok had ik hem toch aan de gang na hem opnieuw te hebben opgestart. De beveiliging zit hier net. Nou, hier zie je dus de plek waar de Speedy Bob 2 stond. Oh, daar komen een paar fans aan. Hallo. Wil jullie even de groeten doen? Wat is het? Wil jullie even de groeten doen? De groeten! De groeten aan mijn moeder en aan mijn vader. De groeten aan mijn moeder en mijn vader ook. Big up Prime! Big up Prime! Okay. Tot ziens op internet. Nou, inmiddels is Kinderland ook geopend. En wat zie ik hier bij binnenkomst? Een drijvende bol van graniet. Dat is dus ook het idee wat vroeger op. Dat ding op die schijf op de plaats van de paardentouwen stond. Nou, hier zijn allemaal kinderattracties. Dit is allemaal ontworpen door Erik Damen. Dan ben ik zijn naam even kwijt. Dus helaas vorig jaar is overleden. Ook de huisarchitect van het moderne Fantasialand. Deze kennen we uit de Rollercoaster Tycoon. Een soort botsauto's, vliegende schotels. Een glijbaan. Allemaal met een clowns thema voor kinderen. Strand aangekomen, de nieuwe attractie Terra Magma. En hier zie je dus de hal waar hij in zit, is de oude hal van de Indiana River. En als we hier nog over de schutting kijken, zie je daar ook nog de oude tijdtunnel staan. Voordat je het zilvermijn inging. En later reed het treintje dus andersom en kwam je eerst door de zilvermijn en daarna ging je door de tijdtunnel. Maar die staat daar, dat is vervallen bij. Er staan nog oude treintjes in, tenminste een paar jaar geleden. Of er nog steeds wat in staat, weet ik niet. Maar... Oh, daar gaat de okidoki weer. Nou, even de indruk van het strand hier te geven. Het is een mooi strandhuisje. Daarboven staat een automatiek waar je wat te drinken kunt kopen ook. Zullen we denken, wat is het al lawaai? Er komt hier net een hele schoolklas kinderen voorbij. Ja, daar is de Terra Magma. Ja, het is helemaal in een soort stijl van een tropisch eiland, een vulkanisch eiland aangelegd nu. Ja, veel die zullen waarschijnlijk nog wel weten te herinneren dat vroeger op deze vijver een Mississippi boot voer. Daarvoor kon je hier motorbootjes huren met een 2 pk motortje erachter. Ik weet dat ik nog een keer in de zomer van 1990 volgens mij dat gedaan. Hier hebben we de Magic Water Slide, een van de attracties die nog is overgebleven uit mijn jeugd. Ik weet nog dat ik hier in 1982 voor het eerst kwam en ik zag voor het eerst een wildwaterbaan die mooi was aangekleed met rotsen, gethematiseerd. In die tijd was het nog gebruikt dat er kale attracties in een pretpark stonden. Een soort permanente kermis. Dus hier maak ik voor het eerst kennis met de thematisering. Daar was ik zeer enthousiast over. Maar voor de huidige maatstaf is dat natuurlijk een vrij minimale thematisering. En welkom in de monorail van Bobby Aland. Hallo. Ik heb nu de selfie stick niet bij me. Ik heb hem wel bij me, maar in mijn rugzak. We vertrekken vanaf het station bij de ingang, de hoofdingang moet ik zeggen. Of eigenlijk nog de enige operationele ingang. Vroeger had Bobby al 3 ingangen.
Het begint altijd met een ritje over het parkeerterrein. Ik zie mijn eigen auto er ook nog tussen staan. Dat heb ik altijd wel apart gevonden, dat hij eerst een lus over het parkeerterrein maakt. En goed. Zijn er plannen geweest om Bobby aan het uit te breiden op het parkeerterrein? Dus misschien dat ze daar vast een beetje op geanticipeerd hadden destijds. Helaas is dat er nooit van gekomen. Nee, links op de plek van de oude iconische loopingstar staat nu de Typhoon. En de looping op exact dezelfde plek als waar vroeger de looping van de loopingstar was. Ik vond de loopingstar toch een leukere achtbaan. Want je kan nog, ja, het begin tot het eind leuk was. En de snelheid erin bleef. De Typhoon vind ik alleen het eerste stukje leuk. Recht omhoog en dan stijl naar beneden, bijna op de kop door die looping. Maar daarna gaat de snelheid er weer uit. Hier rechts de sledgehammer. En hier stond vroeger de wervelwind. Dat was mijn allereerste achtbaan over de kop, 1982. En ik was toen 14. Toen durfde ik het voor het eerst aan om in een achtbaan te stappen die over de kop ging. Helemaal aan het eind van de dag. Vol adrenaline. En dus er staat hier een nieuwe achtbaan. De Typhoon, of de Typhoon, de wervelwind, die is in min 89 gesloten. Het is verkocht aan een pretpark in Mexico, Bosque Mágico, het magische bos. En dat park is helaas vorig jaar gesloten, om een of andere vage reden. Het terrein wordt nu een publiek park, of misschien is er dat al. En de attracties worden ontmanteld en verkocht. Dus de oude wervelwind ligt waarschijnlijk ergens in een opslag in Mexico te wachten op een nieuwe eigenaar. Oké, hier komt het in de monorail station bij het Cowboydorp en hier is een nostalgische tentoonstelling ingericht. Nou, we zagen het al even voorbij gaan vanuit de monorail. Maar hier is dus een prachtige tentoonstelling met allemaal dingen uit het verleden, maar ook uit het heden van Bobby Aanland. Je ziet hier de Speedy Bob en hier is dus nog te zien dat er destijds twee identieke, weliswaar gespiegelde achtbanen waren. Waarvan er nu nog maar één is. De linker is dus naar een ander park gegaan in Frankrijk, als ik het goed heb. Een model van de Wildwaterbaan. El Rio. En hier de Typhoon. Ah, dat is nou een bord van de uitgang van de oude Loopingstar. Daar hebben we de oprichter, de oprichters van het park, Bobby aan Schoepen en zijn vrouw José Schoepen. Een fotoalbum, dat boek heb ik ook. En dit krantje heb ik ook nog uit 1982 en ik heb het bewaard. Een paar pistolen uit El Paso Special. Die is er nog steeds. Wat foldertjes en boekjes uit het verleden. Daar heb ik er ook nog een aantal van. Check in, Bobby. Hey, pretpark nostalgie. Op YouTube. Ja. Pretpark nostalgie op YouTube. Waar is het voor? Oh, kijk, daar hebben we een foto van Mystery Hotel. Hey! We houden van nostalgie op YouTube. Ja. Abonneer! Ja. Bedankt. Goeie reis. Dankjewel. Ik dacht even, ik moet het station uit, maar dat valt er mee. Kijk, hier zien we de Para Tower, waar ik eerder over vertelde. Dus waar nu de steen staat. Hier ook een... Een aantal nog aanwezige attracties en verdwenen attracties en daar gaat de monorail. Hoi! Abonneer!
U hoort het, abonneren op mijn kanaal. Even kijken, we gaan het model van het cowboydorp zoals het vroeger was. Volgens mij, nee, zoals het nu is. Daar gaat de monorail. Nou, hier zijn ze het al wel makkelijk in, want vaak dan moet je het station uit voordat hij mag vertrekken. En daar zien we de Looping Star op de foto. Zilverkleurig met een treintje in rood en groen. Dit is een oude animatronica uit El Paso Special, denk ik. Cowboy Town. Zoals het nu is, op de plek van ongeveer de El Rio. Dat was vroeger een oldtimer baan met dinosaurussen. Ja, heel vreemd, heeft niks met Wilde Westen te maken. Ik zet altijd thematiseringen soms een beetje apart in Bobby Aland. Oké, we verlaten het monorailstation en ik ga even een hapje eten. En ik zie jullie straks weer in de vlog. We zijn nu in de oude Hal 2000. Vroeger had deze een futuristisch thema. Het was eigenlijk alles gebouwd rondom de Revolution. Tegenwoordig geeft hij een jungle thema. En hier is een ding waar je elkaar nat kan spuiten. Dat is momenteel niet in gebruik. Oh, grappig, kun je even de techniek bekijken. Oké, we gaan een ritje maken met de Revolution. Dus een ritje gemaakt met de Revolution. Grappig is, mijn GoPro werd 2 keer gecontroleerd. En voor me zaten wel meisjes met een losse telefoon te filmen in de achtbaan. En daar wordt niks van gezegd. Ja, een beetje eigenaardig. Goed, we gaan verder. Ik draai de camera niet naar rechts, want er zitten allemaal mensen te eten. Op de plek van de oude wervelwind. Hier ergens was het station. Waar ik dan als kind in de rij stond. Maar dit is de Fury. Hele mooie triple lounge coaster. Je kunt kiezen. Er zijn 2 mogelijkheden. De linkerrij, dan rij je altijd vooruit. Voor de rechterrij kun je kiezen of je vooruit of achteruit rijdt. Ik heb weer wat fans. De vorige keer heb ik hier een onderdeel in gemaakt vooruit. Ik kies nu de rechterrij en ik hoop dat de meerderheid kiest om achteruit te gaan. Maar dat wordt een verrassing. Hallo. Thank you.
Oh nee, die foto. Dat doe jij ook in. Ja, die foto is er ook. Ik zal even te wachten dat hij voorbij komt, maar dat komt hij niet. Nou, jullie hebben gezien, het is gelukt om achterwaarts rit te filmen. We zijn hier in de Land of the Legends. Hier staat ook de Typhoon. De opvolger van de legendarische Looping Star. En we lopen nu even naar de Looping. Vroeger stonden hier achter trouwens ook allemaal attracties. Dit is nu de wachtrij van de Typhoon. Die is opgenomen in het nieuwe thema van dit gedeelte. En daar gaat weer een treintje van de Typhoon, kaarsrecht omhoog. Met een looping op exact dezelfde plek als die van de legendarische Schwarzkopf Looping Star die hier stond. Van 1979 tot en met 2004, als ik het goed heb. Kijk, dat eerste stukje van deze achtbaan is leuk, maar wat ik erop tegen heb is dat hij hier in de remmen gaat en alle snelheid is eruit. Terwijl de Looping Star, die bleef snelheid houden tot het eind. Die maakte dan wat leuke bochten. Hier deze spiraal. Maar dan alles op lage snelheid. Ik hou van achtbanen die het gevoel van sensatie opwekken, niet het gevoel van intensiteit. Maar dat je van grote hoogte naar beneden duikt, zoals... Nou, die afdaling, dat vind ik wel leuk, dat is intimiderend en dan die looping ook. Maar dan moet de snelheid erin blijven en moet die intimiderend blijven tot het eind. Dat heeft deze achtbaan helaas niet. Naar het schijnt heeft Bobby Jan Schoepen, de oprichter van het park, destijds in deze achtbaan geïnvesteerd om met het oog op een aanstaande verkoop de waarde van het park er wat op te krikken. Ja, de oude looping star is helaas bij het schroot gegaan. Heeft geen tweede leven meer gekregen naar Bobby Aland, helaas. De kindermolen die vroeger achter de Looping Star stond. Dus die is verplaatst en dit vind ik leuk. Je ziet nog het oude logo van Bobby Aland. De cowboy met de convoy trucks. Die rijdt nu helemaal niet, dus die kan ik even van dichtbij filmen. Ja, dit is een molen met allemaal vliegtuigjes. Ik film even deze kant, hier zitten geen kinderen in. Ja, hier een wat nieuwere attractie. Maar deze attracties, wat hier opvalt, is dat ze allemaal onder dak staan. Vroeger hadden ze dat dus vaker in Bobby Aland. Bij de andere ingang, die is nu eens opgegeven, dus op de plek waar virtual reality rijdt is. Ik ben even de naam kwijt. Dus vlakbij waar de wervelwind vroeger stond, waar nu de Sledgehammer staat, de Fury. Dat gebied, daar stond vroeger de Pony Express en die stond ook onder zo'n dak. Garden. Op deze plek stond vroeger de Santa Maria, een schommelschip. Vernoemd naar het schip van Columbus, de Santa Maria, maar het was niet een gewoon schommelschip. De meeste schommelschippen die hangen in een soort schommel. Maar deze zat in een rail, in de vorm van een halve maan. En dan ging je heen en weer met een soortje cardanas. Het was wel een grappig gezicht. Ik ging er altijd helemaal bovenin zitten en dan keek je neer op die cardanas die het schip aandreven. Ik heb nooit nergens anders meer een schommelschip van dat type gezien. Je hebt ze natuurlijk genoeg in de hangende versie, maar niet in een rail. Dus weet je er eentje te staan ergens in de wereld, meld het, ik ga er naartoe. Ja, niet ver van de plek van de Santa Maria, ongeveer waar dat boompje staat, daar stond vroeger de Astroliner. Zo'n simulator die ook veel over de kermissen reist. Niets bijzonders eigenlijk, maar het was mijn allereerste attractie in Bobby Aland. Nou, hier hebben we een treintje voor kinderen, Liège, Guillemin. Nou, daar was ik een paar dagen geleden nog, in Luik. In het Frans Liège, dat is een Franstalig deel van België. In Guillemin, ja, het zal misschien een voorstadje zijn, maar het is ook de naam van het station van Luik.
Liège, Guillemin. Nou, grappig. Ja, daar zitten we in het Story Reuzenrad. Oh, nee, zo heet het vroeger. Nu gewoon het Reuzenrad. Ze hebben dit jaar de ingang en uitgang omgewisseld. Vroeger kwam je daar, dan stapte je daarin en daaruit. Dat is nu net andersom. Een wat apart gerestylede ingang. Nou, hier heb je een mooi uitzicht over het park. En natuurlijk de grote plas. Nou, we gaan zo stappen, zo te voelen. Om mensen beneden in, of uit en in te laten stappen. Nou, hij draait weer. Het draait al een beetje vreemd. Het bakje trilt erg. Nou, het draait nu toch door. Het draait een beetje schokkerig. En het is helemaal afgesloten. Hier stap je dus voorheen in. Je ziet daar het pad nog naar de ingang. Ze hebben het helemaal afgesloten. Oké, eigenaardige keuze. En heeft het te maken met een aanstaande herthematisering van dit gebied. De ingang doet wat prehistorisch aan, dus misschien komt hier een prehistorische nieuw themagebied. Nou, ik vind het niet fijn dit getril. Nou, ze hebben hier trouwens ook dat van je voor de vereniging stapte, daar hebben ze vergrendeld met een ketting. Ik weet niet of het in de video te zien is, maar dat bakje trilt verschrikkelijk. Even kijken of ik die ingang een beetje in beeld kan krijgen. Ik film hem straks nog wel even van de buitenkant. Er staan mensen te wachten. Ik vind het misschien niet leuk dat ik de camera op ze richt. Richt hem maar even naar de oude ingang. Oh, hij stopt. Gestijlde ingang. Dus ja, doet dat prehistorisch aan. Dus, hier staan ook nog wat stenen. Dus ik denk dat hier een nieuw themagebied komt en dat ze met het oog daarop vast de ingang van het Reuzenrad hebben verplaatst en het thema hebben gegeven. Het storyhart zit er nog steeds op. Jullie hebben me vandaag al verschillende keren over de wervelwind gehoord. Mijn allereerste achtbaan over de kop. Nou, dat is hem, deze rode achtbaan. Op de achtergrond zie je de oranje looping star. Allemaal nostalgische attracties. De Condor. Leuk die oude foto's. En hier hebben we nog een paar nostalgische attracties waar ik over heb verteld, die al lang uit het park verdwenen zijn. Dit is de Astroliner X10, mijn allereerste attractie in Bobbejaanland in 1982. En hier zie je de rails van de Santa Maria, de schommelboot die niet in een schommel hangt, maar in een rails in de vorm van een halve maan. Die met cardanas heen en weer wordt geslingerd. We staan weer op de monorail te wachten in het station bij het Kouwerdorp. Het nostalgische station. Oh kijk, hier is een onrijd uit in de Santa Maria. Ik hoop dat het te zien is in beeld.
Ik heb er trouwens zelf ook nog wel wat Super 8 beelden van. Uit 1983. Verboden op het spoor te lopen, levensgevaarlijk. Ja, ik moet bekennen dat ik dat als kind wel eens heb gedaan. Dan stapte ik over die rail naar de andere kant van het perron en dan weer terug. Operator moest dat natuurlijk niet zien. Ja, ik zal het nu niet meer doen. Ah, daar komt de monorail aan. Goede timing. Het meest historische stukje van Bobbejaanland. Wat we hier zien is namelijk de allereerste attractie. Dat is het theater waar Bobbejaan Schoepen zelf optrad. Daar verderop zie je het huis waar de familie Schoepen woonde. En dit gebouwtje, dat was het Cowboy en Indianen Museum met een collectie van José Schoepen. Dus ze hebben nu deze lelijke gevel ervoor gezet. Het is nu een spookhuis met Halloween. Ja, ik vind dat toch wel een degradatie voor het gebouw, eerlijk gezegd. Als je mijn oude video's bekijkt, dan kun je nog zien. Dan zie je dan beelden dat dit gebouw het Cowboy en Indianen Museum was. Volgens mij in de villa van de familie Schoepen zit nu nu de kantoren. Ja, hier staat nog wel theater op. Wat het is, weet ik niet. Het is in ieder geval niet meer open. Ik heb niet gezien dat de deuren open waren, dat de mensen naar binnen gingen, helaas. Ja, hier zit het nog wel uit in de oude glorie van het Cowboy en Indianen Museum. Een stukje vergaande glorie uit de geschiedenis van Bobbejaanland. Oké, vanaf dit stukje historische pretparkgrond zeg ik tot ziens in een andere vlog. Ik zie allemaal mensen die voorbij lopen naar me kijken. Wat is die nou aan het doen? Ik heb in deze vlog een hele hoop herinneringen opgehaald aan vroeger. Vond je dat leuk? Bekijk dan ook de speciale nostalgievlog van Bobbejaanland. Heb ik er ook nog allemaal oude beelden doorheen gemixt. Abonneer ook op dit kanaal en klik op de notificatiebel, want er komen nog veel meer van dit soort video's aan. Ik zeg tot ziens in een ander pretpark of op een kermis. Hoi! Hey!
Bedankt. Goeie reis. Wil jullie even de groeten doen? Wat is er? Wil jullie even de groeten doen? De groeten! De groeten aan mijn moeder en aan mijn vader. De groeten aan mijn vader.